Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we wat sommetjes over de verdubbelingstijd en de halveringstijd. En ik heb aan de klas gevraagd wat zij nou wilden zien. Dus laten we daar eventjes naar kijken. Hier is er gestemd. Is gestemd op som 14 en op som 15. Dus we gaan gewoon eerst even kijken naar som 14. Dan kijken we wel hoeveel tijd we nog hebben dan voor som 15. Oké, nou, in som 14 staat er: voor het aantal inwoners van Ghana geldt de formule N is 18,7 keer 1,025 tot de macht T. Hierin is T de tijd in jaren met T is 0 in het jaar 2000 en het aantal inwoners in miljoenen. Bla bla bla, heel veel tekst. Dan staat er: bereken de verdubbelingstijd van het aantal inwoners van Ghana. Oké, nou, als je de verdubbelingstijd wil weten, hoef je alleen maar te kijken naar hoe snel het groeit. Niet naar hoeveel mensen het zijn. Dus je kijkt naar de groeifactor en dan zeg je, nou, die groeifactor is gewoon toename van 2,5% ofwel 1,025. Die moet tot een bepaalde tijd, de verdubbelingstijd, en dan moet de uitkomst 2 zijn. Dus los dit op. Nou, ik had vorige keer laten zien, ik zal het nu nog een keertje doen. Als je dit wil oplossen, dan kan je dat doen met je grafische rekenmachine met Calc Intersect. Maar er was ook een snellere manier die je later in het hoofdstuk leert. En dat kun je nu gebruiken als trucje, dus die zal ik ook nog even vertellen. Oké, gooi het in de rekenmachine. Die oude gaat eruit. Dit is 1,025 tot de macht x. En die andere is 2. En in 20 jaar zal het misschien niet verdubbelen. Even kijken. 50 jaar. Wat gebeurt er in 50 jaar? Nou, hier hebben we de bevolking. Met als 1 persoon. En dan wanneer worden het er dan 2? Hè? Het begingetal is hier gewoon 1. Maar dat maakt niet uit. We snijden het met i is 2. En dan doen we calc intersect. Dus dan zeg je calc intersect geeft. Nou, wat geeft calc intersect? Weet ik veel. Even kijken. En dan krijg je een x van 28,07. He, dus dat is ongeveer 28 jaar. Oké, nou, dat is leuk. Kon dit op een snellere manier? Ja. Je kon ook die verdubbelingstijd berekenen. Met log. Dan noteerde je grondtal log 2. En in de Nederlandse conventie staat het grondtal hierboven. Maar als je het op je rekenmachine intoetst, dan moet je het grondtal onder de grond zetten. Dat is op zich een vrij logische plek voor het grondtal. Bij het log base, het grondtal doe je hier. En de gewenste uitkomst 2 van de vergelijking doe je daar. En dan krijg je ook je 28,07. Zie je dat? Dus dat is sneller en dat mag je gebruiken. Oké, som B. Daar staat: de bevolking van Gambia neemt elk jaar met 3,2% toe. De bevolking van Gabon neemt elk jaar met 2,2% toe. Redeneer, zonder verdubbelingstijden te berekenen, bij welk land de bevolking een langere verdubbelingstijd heeft. Nou, mensen, als iets met een grote percentage toeneemt, dan neemt het sneller toe. Dus als je met 3,2% toeneemt per jaar, dan ben je eerder bij een verdubbeling dan als je met 2,2% per jaar toeneemt. Dus als je harder toeneemt, is je verdubbelingstijd korter. Ze vragen om de langste verdubbelingstijd. Dus dat is degene met het laagste percentage, dus dat is 2,2%. Ja, maar meneer, hoe schrijf je dat dan op? Nou, bij een hoger... Oké. Groeipercentage. Duurt het minder lang. Om te verdubbelen. Hè? Dus dan zeg je, nou, die 2,2 is het kleinste groeipercentage. Dus Gabon heeft de langste verdubbelingstijd.
Oké, okay. Nou, dit kon je misschien wel raden, maar ik kan me best voorstellen dat sommige leerlingen dachten van ja, maar hoe moet je dat dan opschrijven? Nou, dit is een voorbeeld van hoe je het kan opschrijven, maar dan leesbaar. Tenminste, jij moet het leesbaar opschrijven. C. Karachi is de grootste stad van Pakistan. Oké, okay, we zitten niet bij aardrijkskunde, maar vooruit dan maar. Tussen 1998 en 2011 is de bevolking meer dan verdubbeld. Neem aan dat het aantal inwoners in deze periode exponentieel is gegroeid en dat de verdubbelingstijd 11,5 jaar was. Reken op het hoeveel procent per jaar de bevolking van Karachi in de genoemde periode is toegenomen. Aha, een andersom vraag. He? De vragen waren tot nu toe altijd van, bereken de verdubbelingstijd en bereken de halveringstijd en blablabla. Maar nu zeggen ze, ha, maar de verdubbelingstijd is 11,5 jaar. Bereken jij maar eens het groeipercentage. Nou, wat je dan kan doen is dit. Je kan kijken naar de basisformule voor verdubbelingstijd. En dan kun je zeggen van, nou, oké. Die verdubbeling is hier een 2. De verdubbelingstijd was gegeven, dat was 11,5. Het enige wat we niet weten is die groeifactor. Dus als jij dit al uit de tekst kan halen, als je zegt van nou, ik heb een groeifactor per jaar. Als ik die tot de macht 11,5 doe, als ik 11,5 jaar verder ga, moet er 2 uitkomen. Hoe kom ik dan aan die G? Nou, dat zijn twee manieren. Je kunt beide kanten tot de macht 1 gedeeld door 11,5 doen. Dan krijg je dit. Dan krijg je g tot de macht 11,5 tot de macht 1 gedeeld door 11,5 is 2 tot de macht 1 gedeeld door 11,5. En dit ding, 11,5 tot de macht 1 gedeeld door 11,5, dit is gewoon g tot de macht 1. Want je mag deze dingen met elkaar vermenigvuldigen. Dat is de reden dat je het tot de macht 1 gedeeld door 11,5 doet. En die 2 tot de macht 1 gedeeld door 11,5, die kan je gewoon op je rekenmachine intoetsen. En dan krijg je je groeifactor per jaar. Dat is 1,062. Groeifactoren doe je meestal op 3 decimalen. Want het bijbehorende groeipercentage krijg je dan op 1 decimaal. 6,2%. Maar meneer, dat vind ik allemaal veel te moeilijk. Kan het ook anders? Ja, je kan het ook op je grafische rekenmachine invullen. Dan zeg je dus alternatieve oplossing. I1 is x tot de macht 11,5. I2 is 2. En dan gaan we kijken of we hetzelfde antwoord eruit krijgen. Dus hier is niet de verdubbelingstijd onbekend, maar de groeifactor. Het grondtal is onbekend. Tot de macht 11,5, dat was de verdubbelingstijd. Uitkomst moet 2 zijn. Oké. Nou ga ik mijn window een beetje aanpassen, want die g dat is een behoorlijk klein getal. Daar komt hij. En dat snijdt hij dan met 2. En dan gaan we calc intersect en hopelijk kom ik dan uit op mijn 1,062. Dus even kijken, calc intersect. 1,062. Lukt dat? Ja, zie je dat? Hetzelfde antwoord. Dus als je doet calc intersect, krijg je ook uiteindelijk die. Oké, dat is mooi. Nou, dan hebben we ook nog wel even tijd om 15 te bekijken. Dus laten we even kijken wat ze daar willen. Uit een onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten, bla 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 bla. De onderzoekers vonden een halveringstijd van 12 jaar van iets. Uit een onderzoek in Duitsland uit 2017 blijkt dat in 27 jaar 76% van de insecten is verdwenen. Onderzoek of deze twee resultaten met elkaar in lijn zijn. Ga uit van exponentiële afname. Oké. Dus. In Drenthe. Altijd een vraag over Drenthe in zo'n boek. De Drenthe-vraag. In Drenthe is de halveringstijd 12 jaar. En in Duitsland. Dus we vergelijken eigenlijk gewoon de provincie Drenthe met heel Duitsland. Daar heb je in 27 jaar heb je een afname van 76%. En omdat dat een afname is, noteer ik het even met een minteken. Ja? Dan hoef je dat woord afname niet op te schrijven. Dus kunnen we deze dingen met elkaar vergelijken? Nou, wat je eigenlijk wil doen, is die factor 2 in 12 jaar omrekenen naar die 27 jaar. Maar dat leren we pas in paragraaf 2. Dus wat je ook kan doen, je kan gewoon zeggen van, nou ja, in 27 jaar heb ik een groeifactor van zoveel. Dus t in eenheden van 27 jaar.
En dan gaan we kijken wat de verdubbelingstijd is, of de halveringstijd is in dit geval. Dus dan zeg ik 0,24. Dat is de groeifactor die hierbij hoort, hè? De groeifactor die hoort bij een afname van 76%, dus 0,24. Tot de macht halveringstijd is een half. En dan gaan we die t oplossen. Nou, t was 0,24 log 0,5. Weet je nog? Dus, sst. Oké, mat. En dan f en, wat was het? Log base, ja. Met als grondtal 0,24 en als uitkomst 0,5. Nou, dan kom je uit op 0,48. Nog wat eens. En dit is in eenheden van 27 jaar. Dus je wil weten hoeveel jaar het is, doe het keer 27. Dus dat is 13,11 jaar. Ja, dus in Drenthe is de halveringstijd 12 jaar. In Duitsland is het 13,5 jaar. Is dat met elkaar in lijn? Weet ik veel. Wat denken jullie? Ik denk dat je het allebei kan beargumenteren. Als je die berekening goed hebt en je geeft een antwoord en je beargumenteert het van nou, ik vind het ongeveer wel hetzelfde of nou, ik vind het wel een groot verschil, hè, dan is het eigenlijk wel goed. Oké, zijn hier nog opmerkingen of vragen over, lieve mensen? Dan stel ik voor dat we nog eventjes gaan afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel.